Nog één dag resteert er in de Tulpen Rally 2016. Nog één etappe voordat de deelnemers zich kunnen laten toejuichen in Grand Hotel Huisterduin. Op naar Noordwijk, hè? Tuurlijk gaan we voor de overwinning, ja. Maar dat maakt het nog wel even pittig de laatste dag. Gewoon je ding doen en dan zien we in Noordwijk wel wie er het podium op mag en champagne mag spuiten. Ja, het is wel spannend nou. Nee, ja, daar baal ik wel van. Vroeger was het zo, als je de laatste dag op één stond, dan was de dag naar huis rijden, een beetje rondtuffen. Ik denk als we in Oorschot komen op het militair terrein daar, en dat was vorig jaar natuurlijk min of meer een beslisser, dan kan nog veel gebeuren. Ja, lekker scheuren. Hoe zit het met de spanning? Ja, hoger als de auto is de spanning. Nee, de draagarm is helemaal afgebroken. Volledig. Het gebeurt in een bocht. En heb je, ik heb 36.000 met deze auto nu gereden en nog nooit iets gehad. Nog nooit. Tja, ach jongens. Ik kan er even huilen bijna, weet je dat? Maar goed, het hoort erbij. Ja, de rally is klaar. De beslissing is gevallen. Wij denken naar onze kant. Als wij nog steeds 70 punten voorsprong gestart zijn, dan komt het goed. Dat betekent dat we na de neutralisaties nog 70 voorsprong hadden. Kan wel. Dat denk ik zo. Wel dan. We gaan het zien. We gaan naar huis.